Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Benjamin Dalle, ik woon in Sint-Jans-Bolenbeek, ben getrouwd, heb drie zoontjes. Ik ben lijsttrekker voor CD&V voor het Vlaams parlement vanuit Brussel. Ik wil graag in het Vlaams parlement verkozen worden om werk te maken van sterk kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs, goede kinderopvang, cultuur, welzijn en dergelijke ik wil vooral ook de Brusselaars verdedigen in het Vlaams parlement en ook ambassadeur zijn van Vlaanderen in Brussel. Waarom stapt u in de politieke strijd? Um, ik werk nu eigenlijk uh, ongeveer uh, tien jaar achter de schermen in de politiek, op verschillende plaatsen in, uh, in kabinetten en nu drie jaar op de studiedienst van CDNV als directeur van de studiedienst. Ik heb heel lang gewerkt rond staatshervorming bijvoorbeeld. Ik ben kabinetchef geweest van de staatssecretaris voor staatshervorming. Eventjes ook voor Jean-Luc Dehaene kunnen werken. En uh, ik dacht voor mij is het nu het moment om uh, een stapje verder te zetten, om mij uh, ook voor de schermen te engageren in politiek. Uh, en vandaar dat het logisch leek om, uh, om mee te doen aan de verkiezingen. Ik heb al één keer uh, nationaal meegedaan aan verkiezingen in 2014. Ik was toen lijsttrekker voor de Kamer in Brussel. Maar dat is zo goed en zeer moeilijk om daar verkozen te worden door de splitsing van Brussel Halle Vilvoorde. En dus deze keer wilde ik meedoen om echt ook mij in het parlement te kunnen engageren, vandaar dat ik lijsttrekker ben voor het Vlaams parlement. Um, om eigenlijk ook voor de schermen mee te kunnen debatteren en ook voorstellen te kunnen doen om, om te zorgen voor een beter Brussel. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor een quote van uh, Nelson Mandela. Uh, It always seems impossible until it's done. Uh, omdat ik vind dat geeft aan van, uh, dat je de ambitie heel hoog moet leggen. Ik heb uh, bij mijn campagne gestart met een filmpje dat ging als volgt. Uh, in Brussel gaat alles perfect. Met dan een, uh, een opzomming van wat alles, alles wat Brussel zou moeten zijn. Proper, veilig, iedereen aan het werk. Iedereen perfect, tweetalig of meertalig. Um, goede mobiliteit, veel fietsers, veel voetgangers. En mijn punt daar was van kijk, dit lijkt nu een totale utopie, maar eigenlijk is het wel mogelijk. Want Brussel heeft enorm veel troeven. We hebben een, een jonge bevolking, veel talenten. We hebben een centrale ligging, we hebben een goede infrastructuur uiteindelijk. En, en heel veel internationale instellingen hier, de NAVO, de Europese Unie, veel ondernemingen ook die hier gevestigd zijn. En dus het lijkt misschien onmogelijk om van Brussel een perfecte stad te maken, maar het is wel mogelijk. Je moet erin geloven. En en, uh, daarom vind ik die quote van Nelson Mandela zo goed, omdat je als politicus denk ik heel ambitieus moet kunnen zijn om op die manier een aantal doelstellingen te realiseren. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Internationaal is dat uh, Barack Obama. Enfin, er zijn er veel. Hè. Nelson Mandela heb ik genoemd, schitterend man uiteraard. Maar Barack Obama, omdat ik heb trouwens een grote foto van hem uh, vlak voor zijn eerste verkiezing. In 2008 in mijn bureau hangen. Uh, ik vind dat een ongelooflijk strafpoliticus. Hij heeft op een moment dat het totaal niet uh, evident was na meer dan 200 jaar blanke uh, mannen als presidentskandidaat heeft hij uh, het uh, taboe kunnen doorbreken en als uh, um, uh, Black American of hoe ik weet het politiek correcte niet meer juist, maar dus als uh, gekleurde man heeft hij het kunnen realiseren om, uh, om president te worden. En hij heeft, vind ik, een, een echt uh, ja een positieve boodschap uh, kunnen Brengen een boodschap van verandering en hij heeft het ook voor een deel kunnen realiseren. Uiteraard, nu kan je zeggen: er is ook heel wat dat hij niet heeft kunnen doen, maar dat is altijd zo in politiek. Maar hij heeft een enorm positieve vibe teweeggebracht en uh, toch heel daadkrachtig en op een heel positieve manier iets kunnen neerzetten. Ik vind het ook heel authentiek. Dus hij is. Um ik kan natuurlijk enorm speechen, hij is dus waarschijnlijk zeer goed geadviseerd door communicatiespecialisten en dergelijke meer. Maar je krijgt wel de indruk, ik denk dat dat ook zo is, dat hij heel, heel authentiek in het leven staat en dat wat hij zegt en doet, dat hij dat ook meent. En daarom vind ik dat een heel straf politicus, waarschijnlijk uh, een van de strafste die, we, die er geweest zijn. Nationaal is dat uh, Jean-Luc Dehane. Ik heb even met hem kunnen samenwerken in 2010, drie, vier maanden, heel intensief met hem samengewerkt. En ik uh, apprecieer hem om, omwille van zijn engagement. Uh, en omwille van zijn enorme, uh, enorme daadkracht. Ik vind dat is een van de politici in België die het meest van al heeft gerealiseerd. In de jaren negentig heeft hij tegelijk een, de grootste staatshervorming gerealiseerd, heeft ons in de Europese muntunie gekregen, heeft de begroting gesaneerd, uh, de sociale zekerheid hervormd. Dus dat is iemand die enorm veel heeft uh, veranderd. Met een stijl die ik wel apprecieer. Ik ben Brusselaar, maar van oorsprong West-Vlaming. Hij is van Vilvoorde, maar ook van oorsprong West-Vlaming. We hebben in dezelfde school gezeten, het sint lodewijkse College in Brugge. Uh, en hij, uh, hij heeft natuurlijk een, een redelijk, of hij had een heel uh, een redelijk directe stijl. Mensen denken die is eigenlijk wat arrogant of uh, onvriendelijk, maar eigenlijk bijvoorbeeld met zijn medewerkers... Was hij super uh, sympathiek, super vriendelijk? Uh, hij kon uh, heel direct zijn, maar hij had vooral een, een duidelijke visie. En hij wilde de zaken realiseren. Vandaar dat hij nationaal zeker een van mijn grote voorbeelden is. Wat zijn uw politieke interesses? Um, dat is een moeilijke vraag, omdat ik eigenlijk alles wat uh, politiek aan de orde is belangrijk en interessant uh, vind. Ik ben dus uh, vandaag directeur van de studiedienst. Het voordeel daar is dat je alle materies moet kunnen opvolgen, of dat ze nu Europees, Internationaal, Federaal, Vlaams, Brussel zijn, onge ongeacht het domein. Ik heb daarvoor uh, lang op kabinetten gewerkt, die ik ook heel interessant vond, bijvoorbeeld justitie. Maar dan zit je vast aan één beleidsdomein uh, op, één, uh, op één niveau. Ook heel interessant, maar uh, eigenlijk alle politieke thema's interesseren me. Maar vandaag ben ik uh, vooral bezig rond, uh, rond onderwijs. Uh, ook een stukje mobiliteit, tewerkstelling en ook uh, alles wat uh, cultuur en inburgering uh, en inburg integratie betreft. Dat zijn allemaal thema's die ik ook vanuit het Vlaams parlement uh, kan opvolgen. Ofwel omdat Vlaanderen rechtstreeks daarvoor bevoegd is in Brussel, ofwel omdat samenwerking zo belangrijk is. Ik denk aan mobiliteit, dat is natuurlijk geen uh, gemeenschapsbevoegdheid van het Vlaams parlement, dus eigenlijk... Voor Brussel is het Vlaams parlement daar niet bevoegd. Maar je merkt wel ook in de actualiteit dat de samenwerking tussen Brussel en uh, Vlaanderen dat, dat niet goed verloopt en dat dat dus beter kan. Vandaar dat ik denk dat vanuit het uh, Vlaams parlement ik ook rond mobiliteit uh, een nuttige rol kan spelen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik zeg altijd dat je in uh, politiek en vooral in Brussel drie dingen nodig hebt. Je hebt de uh, visie. Uh, Ambitie nodig, uh, je hebt een tweede daadkracht nodig en je hebt een derde samenwerking nodig. En het is vooral dat derde, het, ik sprak er daarnet al over, dat ontbreekt in Brussel. Je hebt, uh, iedereen zit een beetje op zijn eigen eiland. Uh, je hebt uh, 19 gemeenten, je hebt een Brussels gewest, je hebt dan Vlaanderen, je hebt uh, Wallonië, je hebt de federale overheid. Iedereen zit te werken, er is geen gemeenschappelijke doelstelling. En men werkt elkaar heel vaak tegen omdat men bijvoorbeeld van een andere partij is of omdat men een andere politieke doelstelling heeft. En ik denk wat echt anders moet in ons land in het algemeen en in Brussel in het bijzonder is een sterkere samenwerking, samen doelstellingen bepalen en dan binnen elk, uh, elk zijn verantwoordelijkheid daar naar werken om dat te realiseren. Met een spirit van we moeten samen hetzelfde, hetzelfde doel bereiken. Eerder dan. We gaan elkaar een hak zetten vlak voor de verkiezing. Want de, zeker de afgelopen weken, ik heb niet anders gezien dan dat soort verhaaltjes van ministers die tegen elkaar uh, zeggen dat de ene beter is dan de ander, terwijl dat brengt de Brusselaars of de, de Vlamingen helemaal niks op. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb die vraag al een paar keer gehad en normaal neem ik dan een fietshelm mee omdat ik heel veel in Brussel fiets. Ik moet nu wel toegeven dat ik die fietshelm vaak vergeet, zoals nu ben ik die vergeten. Maar ik heb iets uh, meegenomen waarvan mijn uh, campagneleider me heeft gezegd dat het absoluut een slecht idee is omdat het mijn uh, imago bevestigt, maar ik heb het toch gedaan. Het is namelijk het handvest van de Verenigde Naties, maar een bijzondere uitgave. Uh, het, is de, het is het Engels Charter of the United Nations, het is een exemplaar dat ik in... Uh, 2005 heb meegenomen uit het hoofdkwartier van de Verenigde Naties uh, in New York, want ik heb daar toen een jaar gestudeerd. En uh, ik behoud dat, uh, dat boekje, dat is dus, een uh, bijzonder saai, uh, boekje, is vol met artikelen over uh, een handvest dat in de jaren 40 is geschreven. Dus uh, als jurist is dat inderdaad een beetje vakidiotisch om dat te doen. Maar ik uh, heb dat voor twee redenen meegenomen. Ten eerste, het uh, doet mij terugdenken aan die periode toen ik nog. Heel internationaal bezig was. Ik studeerde toen internationaal recht aan NYU in New York. En ja, ik ben nu al tien jaar in de Vlaamse Belgische politiek bezig. Een heel andere context. Maar dit herinnert me eraan dat ik ooit die internationale kant ben opgegaan. Heel boeiend vond ik dat, die internationale organisaties, internationale samenwerking. Dus dat is de eerste reden. Ten tweede, toen ik afstudeerde, begin. Enfin, in het middelbaar dan 2000, begin jaren 2000, waren er een aantal zekerheden in de wereld. Je had uh, democratie, mensenrechten, rechtsstaat en ook de Verenigde Naties, samenwerking. Uh, het, uh, het was de tijd van Kofi Annan, die ik toen heb zien lopen in New York, uh, die eigenlijk een, een soort van geloof in, in mensenrechten, een geloof in internationale samenwerking, uh, verpersoonlijkte, ook in Europa. Iedereen was voor meer Europa uh, eind jaren 90, begin jaren 2000. Vandaag is dat totaal anders. Vandaag worden heel veel dingen in vraag gesteld. Populisme in de Verenigde Staten met Trump, de Brexit, ook in eigen land, in heel Europa. Populistische partijen die zeggen eigenlijk die mensenrechten, ja, toch met een korreltje zout nemen, Europa liefst zo weinig mogelijk. En dit handvest herinnert me eraan hoe belangrijk internationale samenwerking is. Um, ook in de recente politieke actualiteit heel erg uh, het VN-migratiepact VN bijvoorbeeld, marrakesh noemt men dat soms. Hey. Dat gaat hierover. Dat gaat erover geloof je in internationale samenwerking, geloof je in uh, afspraken, geloof je in mensenrechten. En daarom heb ik dit uh, boekje meegenomen.